Ja. Lichte overlast. Kijk, het is niet echt een groot probleem. Het is misschien ook meer lichte ontlast. Dat is eigenlijk wel een veel betere omschrijving. Lichte ontlast. Ja. Oh, dat is wel een veel betere. Misschien dat je dat zelf nog even in wil vullen. Ja, dat is goed. Yo mensen van Dodo, welkom bij een splik-splinternieuwe Mindtopia aflevering. De vorige keer hadden jullie gezien dat ik samen met David, de bankmedewerker, had besproken dat ik 2 plots ging kopen. En die had ik toen ook daadwerkelijk gekocht. En dat werden uiteindelijk niet deze en die plot, maar dat werd die grote plot achter mij. Nou, in de tussentijd heb ik iets gedaan wat jullie nog niet gezien hebben. Ik heb namelijk de eerste aanbetaling gedaan voor de dierenwinkel. Dus jullie zullen... Wow, Wouter, leer even praten. Jullie zullen nu achter mij de allereerste stenen van de dierenwinkel zien. Want hij is over een paar dagen klaar. Maar nu hebben we... Shabam! Ik weet niet hoeveel jullie er al van kunnen afleiden. Ik denk dat de meeste van jullie wel kunnen zien dat dit het hoofdgebouw gaat worden. En dat we hier gaan nog een kleine aanbouw krijgen. Wat super vet wordt. Het zal ongeveer over een paar dagen klaar zijn. Dus ik weet niet precies hoe lang het zal duren. Maar dat zien we vanzelf wel. En dan kunnen we beginnen. Dan hebben we onze freaking eigen business. En dan kunnen we flink wat geldjes verdienen. En natuurlijk alle dieren naar Mindtopia brengen. In de tussentijd hebben we trouwens ook nog dit huis in aanbetaling gedaan. Dus dit is gewoon ons eigen privé residentie. Om het maar zo te zeggen. En hopelijk kunnen ze die nog aan de dierenwinkel bouwen. Dat zou wel vet zijn. Maar ja, dat heeft natuurlijk allemaal tijd nodig. En ik zat een beetje onderzoek te doen. Wat je allemaal nodig hebt voor een dierenwinkel. Nou, je hebt een winkel nodig. Check. Je hebt dieren nodig. Check. Die zijn onderweg. Maar blijkbaar heb je ook een vergunning nodig. En dat ga ik vandaag doen, want blijkbaar moet ik naar een burgemeester toe. Ik had hem gisteren al ontmoet, een hele aardige gast. Maar we hadden een beetje terloops gesproken over een vergunning. Maar ik weet nou niet precies wat het daar allemaal inhoudt. Dus ik ga even langs hem. Er is hier een gemeentehuis. Ik hoorde dat het ergens in de buurt van het tuincentrum was. Dus nou ja, dan gaan we gewoon lekker die kant op en kijken wat we tegenkomen. En ja, dan gaan we even kijken hoe dat zit met dat vergunning. Want je hebt natuurlijk al die dieren. Maar ja, als die op straat moeten lopen en als die bij mensen thuis moeten wonen, dan moet daar dus een soort van papiertje voor getekend worden dat dat allemaal correct gaat. Dus even langs burgemeester Lars zou ik zeggen en hopen dat hij iets voor ons heeft qua vergunning. Volgens mij, even kijken, het was bij het tuincentrum rechts hier volgens mij. Ik ga ondertussen even een broodje eten. En ja, we hebben ook nog dat zwaard die we hadden gekregen. Weet jullie nog? De 2 afleveringen geleden zei David, zei eens van, hebben jullie dit erfstuk, is dit erfstuk van jullie? En toen zei Maisha, die zei toen heel snel zo van, ja, die is van ons. Maar ik kan me helemaal niet herinneren dat het van ons was. Dus ik weet ook niet precies wat we ermee moeten doen. Maar volgens mij is dit het. Hij zei het gebouw bij de klok. En kijk, daar staat hij al. Goedemiddag. Meneer Dodo. Lars, hey. Hey, wat fijn dat u er bent. Fijn dat u tijd heeft kunnen vrijmaken. Ja, altijd. Altijd voor jou, Lars. Ja, dat dacht ik ook. Jij kwam hier met een missie vandaag. Een missie, ja, klopt. Nou, eigenlijk, zoals ik al eerder zei, is het een missie voor de stad. Maar het is in mijn geval inderdaad een aanvraag doen om een dierenwinkel neer te zetten. Maar daarnaast ook dat de dieren gewoon op straat kunnen en dat soort dingen. Omdat het niet echt gebruikelijk hier is, hè? Nee, op dit moment lopen er nog geen dieren in Mindtopia. En dat heeft wel als voordeel dat het keurig netjes schoon is. Maar we hebben er eens over na zitten denken, want we hebben het wel ook besproken ondertussen met elkaar. Mm-hmm. We willen best wel een vergunning geven dat jij hier dieren mag gaan verkopen. En dat jij hier dieren over straat mag gaan laten lopen. Toch? Alleen, we zitten nog een klein beetje met het probleem van, hoe zou ik het noemen? Overlast. Daar zitten we nog een klein beetje mee. Oh nee, maar ze zijn heel lief hoor. Ze zijn echt, ze doen geen overlast. Ze zijn goed getraind en... Ja, loop jij maar eens eventjes mee naar mijn kantoor, meneer Dodo. Dan gaan wij dat eens even regelen, want dat wil ik op papier hebben. Zwart op wit. Oh, en stel nou, hè, het gaat niet gebeuren uiteraard, maar stel er zou iets misgaan. Oh, ik dacht ik doe de deur dicht, maar... Nou, laat maar openstaan. Waar het een beetje door. Stel er zou iets misgaan, wat zou er dan gebeuren? Nou kijk, het ligt er een beetje aan onder wiens verantwoordelijkheid die dieren vallen. Kijk, als bijvoorbeeld bij jou op de straat bij je dierenwinkel dingen op de stoep gaan lopen poepen of plassen of weet ik voor wat ze nog meer voor overlast gaan regelen. Kijk, dan ben jij verantwoordelijk.
Maar als er ooit een burger van Mijntopia een koe, een schaap, een kip of weet ik veel wat koopt en hij scheidt dan, ja, dan is het de verantwoordelijkheid van de burger natuurlijk, hè? Ah, oké. Okay. Nou ja, perfect zou ik zeggen. Weet je wat wij doen? Ik ga voor jou een aanvraagformulier winkel openen, want zo is het eigenlijk wel het beste. Ik typ hier neer aanvraagformulier dierenwinkel. Hapsakee. Dat is één. Zo, die mag je vast meenemen. Ja, dankjewel. En dan krijg je bij deze nog een tweede vergunning. Aanvraagformulier lichte overlast. Want zo is het eigenlijk ook wel weer. Ja. Lichte overlast. Kijk, het is niet echt een groot probleem. Het is misschien ook meer lichte ontlast. Dat is eigenlijk wel een veel betere omschrijving. Lichte ontlast. Oh, dat is wel een veel betere. Misschien dat je dat zelf nog even in wil vullen. Ja, dat is goed. Kijk, iemand moet die stront van de straat oprapen. Ik ben burgemeester, ik doe het niet. Ik heb er helemaal geen tijd en geen zin voor. Ja, begrijp ik. Dus we moeten een beetje weten wat de omvang ongeveer gaat worden. Zodat we eventueel een schoonmaakbedrijf kunnen inhuren. Maar okay. Het moet wel geregeld worden. Want we gaan het natuurlijk niet zomaar op straat laten liggen. Dat gaat stinken en... Oké, maar we hebben dan wel automatisch goedkeuring voor het feit dat er dieren op straat mogen? Ik bedoel, zijn de mensen hier wel gewend aan dat er opeens een hond of iets anders over straat loopt? Nou, op dit moment niet, van ze zijn er niet. Maar je dierenwinkel, daar kan ik je sowieso wel toestemming voor geven. Op het moment dat je je formulier keurig netjes hebt ingevuld, dan is dat geen probleem. Uiteraard. Het vergunning overlast ligt er heel erg aan hoe jij om wil gaan met de verantwoordelijkheid nemen voor die overlast. Dus daar zou je nog eventjes een dingetje op moeten bedenken. Ben jij volledig verantwoordelijk? Ben jij half verantwoordelijk? Of ben je totaal niet verantwoordelijk? Ja. Zet het maar op papier en dan kijken wij hoe wij ermee omgaan. Ik denk wel dat het goed gaat zitten, want we willen gewoon dieren hier in Mijntopia. Maar ik moet het gewoon op papier hebben, weet je? Dat zijn nou eenmaal de regels. Oké, en dan voor de rest is het dan allemaal correct? Dan hoeft er niets meer te gebeuren? Dan is het voor de rest helemaal correct. En heb jij volledige toestemming om je dierenwinkel te beginnen en de dieren te verkopen die je maar wil. Nou, dat klinkt perfect dan. En je zei ook nog een paar dagen geleden dat je langskwam voor een bakje koffie bij de opening. Zodra je dierenwinkel helemaal open is en geopend is, kom ik bij jou langs voor een bakje koffie en een taartje. Nou, kijk, dat klinkt supergezellig. Ontzettend bedankt, Lars. Zeer graag gedaan. Ik bedoel, sorry, burgemeester Lars, excuses. Ja, noem me maar gewoon Lars hoor. Burgemeester is ook maar een titel. Ah, nou, kijk. Ik mag jou. Misschien kunnen we wel een keertje iets afspreken voor een leuke huisdiervriend voor jou. Oh, gezellig. Dat lijkt me toch? Ik kom zeker bij je kijken als je open bent. En dan wens ik je heel veel succes met je zaak voor nu. Ja, dankjewel. Waar moet ik dit dan achterlaten? Want ik schrijf ze dan even thuis. Dan neem ik rustig de tijd ervoor. Je mag het invullen en beneden bij de receptie in de ideeënbus droppen. Perfect. Nou, dan doe ik dat. Als je zorgt dat ze helemaal ondertekend en gesloten zijn, is het helemaal top. Perfect. Nou, dankjewel Lars. Dan ga ik er vandoor. Veel succes. Dank je. Deur maar open. En dan is dan toch het zo. Doei. Is goed. Ciao. Doeg. Oh, wow, guys. Ik wist helemaal niet dat het zo makkelijk was. Ik dacht dat er gaat een heel proces en alles. Maar blijkbaar moet ik dus gewoon... Ik ga even het boek openen, hoor. Een aanvraagformulier lichte ontlasting. Ja, helaas is dat wel iets wat je met dieren hebt. Maar er moet dan dus precies omschreven worden... Wie er dan aansprakelijk is. Is dat slim dat ik... Het lijkt me niet slim dat ik er zelf aansprakelijk voor moet worden. Ik weet niet of jullie daar goede tips voor hebben. Want we hebben dus aanvraagformulier voor de dierenwinkel. Ik weet niet meer precies wat ik daarin moet schrijven. Maar dat verzinnen we wel. En dus voor de ontlasting. Maar dat moet dus slim gedaan worden. Kunnen we daar iets slims mee bedenken? Wat... Kunnen wij misschien zelf nog een bedrijfje opzetten die het opruimt of zo? Want dan zou je natuurlijk jezelf kunnen inhuren om die spullen op te ruimen. En dan zou je dus weer een extra baan hebben en zou je weer extra geld verdienen. Is dat een slim iets? Of moeten we gewoon zeggen... Ja, guys, weet je, als je hond op de stoep poept, dan moet je dat gewoon zelf opruimen. Of moet ik zelf verantwoordelijkheid nemen? Ik denk dat we die drie opties hebben. Dus laat even in de comments hierachter weten wat jullie denken dat het slimste is om te doen. Is het handig om eigen verantwoordelijkheid te nemen? Complete verantwoordelijkheid van degene die het dier koopt? Of zelf een schoonmaakbedrijfje nog als tweede bedrijf te starten om het allemaal op te ruimen? Ik hoor dat heel graag van jullie. Vergeet zeker ook niet te liken als je vindt dat er vaker...
en coolere Mindtopia afleveringen geüpload moeten worden. Nou, mocht je die sowieso willen zien, check dan het kanaal natuurlijk van de burgemeester. Die heeft allemaal rare dingen. Ik hoorde dat hij dreigbrieven binnenkreeg en I don't know wat die man allemaal meemaakt. Volgens mij is dat 10 keer heftiger dan wat ik meemaak. Check zijn kanaal even in de beschrijving. Vergeet niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt, want er komt heel vaak Mindtopia langs. En dan zie ik jullie morgen gewoon weer om 5 uur bij een nieuwe video. Tot morgen mensen, geniet van jullie ochtend, middag, avond. En ik zie jullie morgen. Ciao. Alle miners zeggen ja tegen die en die ja. Je swingt met je ex en dan is het raak. Niet stoppen voor het goud, maar recht naar de ja. Mijn paard komt kijken hoe het nu met me gaat. Hey paard.